Elektrisch rijden zonder de lange laadtijden. Klinkt als een mooie oplossing, toch? Nou, de Nissan Qashqai e-Power kan je dat nu al geven. Hoe dat precies werkt, dat ga ik je nu vertellen met 5 feitjes die je moet weten over de nieuwe Nissan Qashqai e-Power. De bijzondere naam van de Qashqai is afkomstig van de Qashqai-stam. Deze nomadische stam uit Iran staat vooral bekend om zijn dappere krijgers en felgekleurde textiel. Beide aspecten die Nissan ook implementeert op een Qashqai met het stoere design en de 16 verschillende kleuren. Praktisch zijn heeft niet alleen zo zijn voordelen als je alleen een nomadisch leven leidt. Ook in de stad heeft het zo zijn voordelen, zoals bijvoorbeeld de achterdeuren, die tot 85 graden geopend kunnen worden voor een makkelijke instap achterin. Ook voor de bagageruimte. Heeft de Qashqai zo zijn trucjes? Zo kan de achterklep volledig elektrisch geopend worden. En heeft de achterruimte met de bankenplat 1422 liter aan bagageruimte. Of anders gezegd, ruim 2 keer zoveel als een ruim bemeten waterbed. Elektrisch rijden zonder op te laden is mogelijk dankzij e-Power. De voorste wielen worden aangedreven door een elektromotor die vervolgens weer gevoed wordt door een batterij. Deze batterij wordt vervolgens weer opgeladen door een benzinemotor. Dat betekent dus dat je het soepele en directe hebt van een elektrische aandrijving zonder de laadtijden van een conventionele EV. Wat uniek is aan de Nissan Qashqai is dat het de eerste Nissan is in Europa met Adaptive Driving Beam Technology. Dat betekent dat de koplampen altijd dusdanig afgesteld zijn dat jij het meeste zicht krijgt op de weg, zonder dat je daarvoor andere weggebruikers belemmert. In deze auto is navigatie ook nooit een probleem, want er zijn maar liefst 3 plekken waar je het navigatiesysteem ziet. Op het multimedia systeem heb je een duidelijk beeld. Ook in het instrumentencluster is te zien welke richting je op moet. Maar ook op de head-up display zie je bijvoorbeeld of je naar links moet of naar rechts moet, wat aangegeven wordt met diverse pijlen. En dat zijn de 5 belangrijkste feitjes van de Nissan Qashqai. Maar welke vond jij het meest interessant? Laat het ons weten in de comments en kijk vooral op Bogane.nl voor de gloednieuwe Nissan Qashqai e-Power.